children, innocent, playing in the sand, passing through the years. Dag Laura, Miss België 2012. Je bent hier vandaag ook aanwezig op Excentriekbeurs. Wat vind je ervan tot hiertoe? Ja, ik vind het heel tof. Ik had het eigenlijk niet zo verwacht, want ja, ik heb al veel gehoord over Excentriek, maar ik had er eigenlijk geen beeld over. Hè. En nu, ik vind het heel tof, ja, al die verschillende standjes, een beetje kijken en al die mooie juwelen ook. Ja, ik vind het heel tof. We hebben natuurlijk inderdaad hier verschillende standjes met allemaal luxe producten, zoals deze wijnen hier. Ik heb ook al televisies gezien, kunst, van alles en nog wat. En wat is nu voor jou persoonlijk eigenlijk het meest luxueuze? Voor mij is zonder twijfel die juwelen, al die diamanten en al, ik vind dat echt heel mooi om te zien. En ik denk dat voor een vrouw dat echt wel iets naar we zo kijken, zo van die juwelen en die ring en zo. En ik vind dat echt wel heel leuk om te zien. Ik moet dat niet per se hebben, maar ik vind het altijd leuk om te zien. Natuurlijk, Excentriek staat ook bekend om zijn mooie kledij, mooie jurkje. Dus iedereen komt altijd uitgedost hier naar Knokke. Ik zie dat jij er ook heel mooi uitziet met een mooie jurk. Van waar komt jouw jurk? Van Deborah Velasquez. Dat is toevallig. Mijn jurk komt ook van Deborah. Dus, ja, zeker. Super. Ja, ik vind het ook een heel mooie kleedjes en ook een leuk ontwerpster, want dat is heel tof als ik daar naartoe moet gaan en zo met al die kleedjes en zo, dus dat is ook heel mooi, ja. Inderdaad. Ik wens je nog een hele fijne avond, want ik hoor de muziek, het feestje is begonnen, dus een fijne avond gewenst. Dankjewel. My love for you will stay.